Hoi, leuk te kijken weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Welkom bij deze zondagmorgen. It is bright and it is sunny. Het is gewoon echt super lekker weer nu. Ondanks dat heb ik wel lekker een trui aan, want het is wel herfst. En dat ga je ook terugzien in de boodschappen. Ik heb van de week een aantal herfstige recepten weer terug uit de kast gehaald. Je krijgt daar gewoon zin in als het koud en guur weer is. In wat meer warme kost of zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Anyways, heb ik dus allemaal aangeschaft van de week. Ik had wel een klein foutje gemaakt. Ik had natuurlijk bedoeld om 's ochtends bij de Jumbo te bestellen. En dan in de later op de dag het van de crisps te krijgen. En ik dacht vanochtend even kijken hoe laat ze dan ongeveer komen. Want 's ochtends kan je dan zien hoe laat je ongeveer opstaat. Ik heb nooit op bevestigen gedrukt. Dus dat komt nu morgen pas. Dat is op zich geen probleem voor de boodschappen voor vandaag. Wat we nodig hebben. Betekent dat het morgen een beetje krap is met fruit voor de kinderen naar school. Maar goed. Een dagje zonder afwisseling in fruit. Ik heb nog peren en aardbeien nu, dat is het. Dus nee, dat moet wel goed zijn. Dus dat komt dan pas morgen. Bij de Jumbo heb ik wel het een en ander besteld. Er was één wisseling van een bepaald soort koek, schoolkoek. Dus voor de rest was eigenlijk alles gewoon zoals ik had bedacht. Dus dat is fijn. Dus ik ga dat aan jullie laten zien. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de Jumbo. Het valt echt mee wat ik tegenwoordig maar bij de Jumbo bestel. Ik probeer toch echt een beetje de balans te zoeken tussen vers en goedkoop. En daar kwamen we met dit zo uit. Dan hebben we Crystal Clear, 4 pakken, dat is 4 flessen is eigenlijk tegenwoordig wel voldoende. De aardbeien waren er, ik geloof, 2 voor 5 euro. En dat is een sirtuïne fruit, dat past bij het sirtuïne dieet. Officieel ben ik er nu, zeg maar, heb ik er 3 weken doorstaan. Met deze week er niet zoveel van mee bezig geweest, maar ik merk wel dat als je veel van de sirtuïne producten eet, dat je eigenlijk toch lekker voelt. Dus we gaan daarmee verder. Ik heb cheddar kaas, we eten een keertje risotto. Ik dacht dat is makkelijk, doen we er zo eentje. Dit is de Italiaanse versie, je moet zelf eieren toevoegen, kaas en crème fraîche. Nou ja, we hebben crème fraîche misschien niet per se, maar de rest hebben we dus nu wel. Eet twee keer iets met garnalen. We eten ook een keer andijvenstampot. Dus voor spekjes daarvoor. We eten een keer een soort van bonenschotel. Daar hebben we heel veel kidneybonen voor nodig. Ik ga zelf een artisjokken dip maken. Dus daar hebben we artisjokken voor nodig. Kaas was deze week wel goedkoper bij de Jumbo als bij de Crisp. Dit is 2 voor, ik geloof, 5 euro ook. Snackgroentetjes. Dus ik heb een cherry tomaatjes en mini paprikaatjes gedaan. Ik heb ook weer trostomaatjes, walnoten en pistachionoten zijn allebei sirtuïne noten, dus, of noten die sirtuïne bevatten. Dus die gaan we snacken. Milde paprika poeder had ik ergens voor nodig. Rode ui eet je ongeveer met alles. Net als dat je dat met tomatenblokjes doet, dus die hebben we ook weer. Tonijn voor de salade zie ik dan even mee gaan nemen. Ik heb natuurlijk geen voor de salade spullen, dat had ik allemaal bij de Crisp besteld. En schoolkoek. Ik geloof dat als je voor 10 euro Prins Lu bestelde, of Lu, dat je dan 4 euro, of dat de bestelkosten maar 1 euro waren. Nou, dat is natuurlijk sowieso wel waard. Dus ik denk dat ze deze hebben gewisseld voor die cakejes, vermoed ik. Want ik had van alles 1 besteld. Dus ik heb nu van deze koekjes, en de vanillekoekjes, en dan de chocoladekoekjes, de gewone koekjes, en dan zou ik nog de cakejes moeten hebben. En die heb ik dus nu niet. Dus dat zijn deze nog een keer geworden. En dat was alles wat ik bij de Jumbo besteld heb. Als ze morgenavond van de Crisp komen, zal ik het ook laten zien. Het was tot maandagavond 9:15. Ik zat hier echt beneden te wachten tot ze kwamen. Zodat ik de honden kon uitlaten. Want ik wil een beetje op tijd naar bed. Dat gaat niet meer worden. Want als de honden nog moet uitlaten, dan ben ik sowieso nog 3 kwartier verder. Dus voor 10:30 lig ik niet meer bed. Maar alles is weer bezorgd. En het ziet allemaal weer prima uit. Dit was gewoon ook mijn eigen schuld dat ik dat pas verkeerd op het bestelknopje heb gedrukt. Ik vraag me wel af of alles klopt, aangezien ik 3 hele stronken broccoli heb. En best wel veel fruit, dus ik denk. Maar ik ga het even checken. Ik ga het in ieder geval eerst laten zien in jullie. Niet de rest van mijn aardig kijken, want dat is gewoon een rommeltje aan het einde van de dag. En dan had ik dus geen zin in om wat op te ruimen. Maar we hebben dus een blauw kaasje nodig. Ik heb de gorgonzola uitgezocht. Die heb ik voor het recept nodig. Kippendijfiletjes. Peren. Dit was eigenlijk bedoeld dat we dat vanavond zouden eten, maar dit is een kindersoep. Een soort van tomatensoepje. Ik denk dat je die ook wel prima kan invriezen, lijkt mij. Ik zou het niet eten dat die op, maar... Tenminste, houdbaar tot zoiets verpakking. Dat vind ik zo irritant als ze dat zeggen. Waar zo, hier. Tot en met 13, dus dat is voorlopig nog wel goed.
heb ik er 2 van. Dus dan misschien is dat handig voor over 2 weken op de maandag. Als we het dan zo druk hebben dat we dan soep kunnen eten. Selderij heb ik weer. Roodlof heb ik weer 2 zakjes van. Boerenkool. Rucola 2. Ik heb van die rode druiven en van die... Oh, dat is dezelfde. 2 keer rode druiven. 1 keer waarschijnlijk van het fruitpakket en 1 keer los. Ze gaan ook best wel hard hoor bij ons. Bakje cannelli bonen. Had ik er 2 van, maar er was eentje van niet leverbaar. Dat stond er dan bij. Voordat ik op bezorgen drukte. 2 paprika's. Zwarte thee. Want dat hoort ook bij het citruïne geval. Die boekwerkkrekkers zijn echt super lekker. Dus die heb ik weer besteld. Doosje cherrytomaatjes. Bananen. Hoekwijdnoedels. Gewone appels horen ook bij het fruitpakket. Zalmsnippers weer. Andijvie voor de andijviestamppot. Hier ga ik dus aan twijfelen. Want volgens mij had ik maar 1 doosje rode frambozen en 1 doosje bramen. Maar ik heb blijkbaar 3 bramen en 2 frambozen. Dus I don't know. Groene appels. En dus 3 stronken broccoli. Dat was alles voor de crisp. En dat we als goed is een hele week gaan redden. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Wil ik jullie vragen in deze video een duimpje omhoog te geven als jullie deze video's leuk vinden. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wens ik jullie een fijn weekend. Tot in de volgende video. Doei!